Yikes. Nou, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben hier de Bedekkers. Goedemiddag trouwens. Jezus, ik raak in de war. Zo begin ik die vlog nooit. Ik ben echt helemaal in de war. Ja, Jennifer, dat hebben we wel eens. Wat wou ik ook weer? Het is vandaag 15 oktober. Dank je. 15 oktober. Ik kan het echt niet onthouden. En Jennifer is ook hier, dus we gaan nog gezellig even naar de winkel toe waggelen. Ja. Ja, ja. En dan gaan we eventjes boodschapjes doen samen. Ja, even kijken wat we doen. En het was eigenlijk de bedoeling dat Willeke hier nog zou zijn. Ja, helaas. Maar Willeke is vannacht heel ziek geworden. Ja. Ik weet niet of ze het echt kwijt wil hier in de vlog. Denk het niet. Het ligt aan wat zij zelf wil. Dus ik ga niet vertellen precies wat het was. Nee. Dus is weer terug naar huis gegaan. Dus Willeke, heel veel beterschap. Maar tegen de tijd dat deze vlog online is, dan is het al geweest. En we moeten even wachten tot de telefoon klaar is. Wegwezen! Hallo, Perry. Hey, Pet! Dus ja, beterschap. Maar tegen de tijd dat deze vlog online is, dan. Dan is het al een maand later. Dus. Kijk, mijn sleutels mee. Nee, ik ga het zelf even, ja. Gaan we even. En we gaan eventjes nu naar de winkel toe, zoals ik net al zei. Wandelstokkie mee. Oh ja, het lijkt me handig als ik mijn rug als eerst op mijn rug doe. Ja, nee. Zo. Maar we gaan even iets halen. Of kopen, dat klinkt beter. Zo, oké. Dat zit goed. Maar het zit niet goed. Hallo. Hallo. Eventjes neerzetten. We zijn bij de huis Jennifer's. Mijn huisje. Die gaan koken. Surinaamse bami met Jennifer maken. Ja, Surinaamse bami. Ze wil de Surinaamse roet ingooien. En dat wordt door een Nederlandse Jennifer gekookt. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, kom. Wat de, nou, de pot schaf, dat weten we al. Dus ik ben benieuwd. Hoeveel moet hiervan in? Ik ben Jennifer. Dat is hier wel lekker gekookt hoor. Is het zo genoeg of nog meer? Ik denk zo genoeg is genoeg hoor. Vind je wel? Ja, ik weet niet. Ik weet niet, het is lastig. Wat denk je? Ja, maar ja. Heb je behoefte aan veel kip eten? Nou, ik denk dat dit wel goed is toch? Ja. Ik weet niet hoeveel kippen jullie willen eten. Ja, ik doe er wees nog één, want. Ja, doe maar. Ja, nee, maar doe maar, wat straks. Ja, maar weet ik het is. Die maag van je. Dat bedoel je? Ja, de vlog staat aan, hè. Nou, kan je even knippen en plakken, hoor. Ja, ja. Nee, ik bedoel, voordat de tv. Ben je bang dat je iets weg moet gooien? Nee, bang dat het dat ieder te weinig kip heeft. Maar nou, dan doe je alles. Ja, dan doe je alles. Dan doe je gewoon alles. Is het reinig? Misschien wel of het allemaal in ons buik kan. Zoiets? Ja, toch meer Bami? Ik weet het niet. Nee, ja, dat ding erin, man. Nee, dat is te veel, man. De hele ding erin, joh. Jij wil echt dat we alleen maar kip zien in plaats van die Bami. Nou, zo beter. Je mag blijven. In je eigen woning al. Ik moet er volgend jaar uit, man. Wat zijn? Ik moet er volgend jaar uit. Ja? Ja, dan gaan we renoveren. En waar moet jij heen, dan? Tussenwoning. Oh, ja, ze gaan helemaal renoveren. Ja. Gaan ze aanpassen voor jou? Of is het door dat hele pand hier? Het hele pand wordt aangepakt. Ze gaan, hoe heet het? Nou, ga je doen met de meeste spullen kan je hier laten. Nee, ik moet, alles moet eruit. Alles? Alles. En hoe lang is je tussenwoning? 1 jaar. Nou, de kleren zeg. Dan mag je echt... Ik zei al tegen je, we mogen een keer verhuizen. Ik kan net zo goed nu al beginnen van met spullen opruimen en zo. Even kijken hoor. Ja, kan we al aan of nog even wachten? Oké. Jennifer weet meer hierover, dames en heren. Ik niet. Ja, die is de kookkunstenaar. Deze cola staat al te lang buiten de koelkast. Ik denk niet dat die nog goed is. Mm-hmm. Oh, toch wel. Nou, nu niet meer. Nee, niet lekker. Nee. Mondje! Wie zijn er... Dan moet je drinken als je buikpijn hebt. Oh ja. Warme cola. Warme cola drinken? Sorry, zonde van de cola. I know. Sorry daarvoor.
Jullie... Nee, maar ik vind het wel gezellig met jullie tweeën. Dank je. Ja. Yay! Niet geslijmen omdat het op de camera vastgelegd wordt. Maar meen ik, want gewoon lekker rustig, man. Als jij met Sano samen bent, dan zijn jullie beide ontiegelijk druk. Ja, maar ik begin vaak niet, hè. Hij roep, ik denk, doe ze even normaal, man. Maar dat is zijn dingen, hè. Ja. Ja. Hij vindt het leuk om met de jongen samen te zijn, maar dan wordt hij druk. Mm-hmm. Ik weet ook niet waarom. Ja, dat zal ook niet meer goed zijn. Onze Dexter. De wat? Onze Dexter. Onze Dexter? Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet wat die andere dames zijn, maar dan ga ik niet beginnen. Senseo, zeg jij toch? Ja. 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 Zonde van het drinken, maar het staat al op, ja, een week zo. Oeps. Ik ben dingen gaan opruimen, die flesjes en die blikjes. Ja. Moet je een picknick meegeven, kijk of staat die geld. 9 euro bijna. Netjes? Ja. Netjes. Ik heb geld nodig. Nee, niet echt nodig, maar het komt er beter uit. Maar ze hebben het slim gedaan jaren geleden hoor. Je moet alleen maar geld vragen voor milieubewust en zo. Dat je toch de druk voelt om het in te leveren. Mm-hmm. Dus ze hebben wel slimmer gedaan. Met die sigaretten voeren ze toch ook bepaalde druk uit. Moet je even bespreken met de kijkers? Ja, wat vinden jullie ervan, kijkers? Die statiegeldflessen. Van de week. Twee van die zakken. Wacht even, ik zet jou even beter in beeld. Wacht even, dan ga je door. En dan kun je nu even goed bespreken met de kijkers. Wat vinden jullie van die statiegeldflessen? Luister maar aan. Dat is van de week twee zakken had ik ingeleverd. Iets over de 8 euro. Dat komt mooi uit voor om het boodschappen te doen. En de nieuwe maatregelen voor sigaretten. Dus ja, de een zegt dat het niet weg hoeft en de andere dit en dat. Wat voor sigaretten? Ja. Nee, maar het wordt elk jaar duurder, hè? Ja, sigaretten. Maar ik ben blij dat ik niet rook. Hmm. Ik rook wel, maar zuurstof. Ja, ja. Maar ze zeggen, als je erbij staat, rook je ook mee, hè? Ja, met een en ander zuurstof. Hé. Ja, hey, regen, rustig aan, hè? Kijk, ik heb Bas en Adriaan hier. Hey, hey, het is een frisse wind, hè? Buiten. Ja, mijn bil spleet ook. Nee, dank je. Nee, ik... Ja, maak jij nee, dan mag ik weer naar de dokter. Olie? De olie? Ja? Oh. Ik denk, wat bedoel je nou? Maak jij de olie? Ja, maar geen. Nee, nou, ho, sorry. Je stem zit in mijn oor, ergens. Doe het normaal. Merry Christmas. Merry Christmas. Maar hoe gaan jullie doen met die kerst dan? Weet ik veel. Ga je ook goed met die kippen daar al? Erbij. Ik weet niet wat de planning ik is. Ik weet niet wat goed met. Ga jij bij je ouders? Ik weet niet. Nou, er worden nu al plannen gemaakt voor gourmetten hier zo met nee, maar zag je hoe een iemand, Jennifer, die teleurgesteld is? Zoals vorig jaar. Ja, maar dan denk ik, ja, we hadden duidelijk moeten moeten zijn, weet je. Wat zoek je, sorry? Voor de kip, kut! Die heb ik beneden zitten. Jezus. Nee, die is er niet. Nee, dat... Die zijn, dat heeft hij niet betaald. Nee, ik heb wel Adam en Eva, maar dan moet je... Oh, hij moet nog aan, gek. Ik dacht dat je die bedoelde. Ja, kan ook wel. Ja, moet dat niet een beetje... Oh nee, ik weet het niet. Mag je wel zout? Zout mag hoor. Nee, maar het is toch een beetje zout, hoor ik aan. Hoeft niet. Voor die... Oké, dit gaat een beetje de spuigaten uitlopen. Daag! Nee, ze hebben genoeg gezien. Genoeg van ons privéleven. Hallo, genoeg van ons privéleven. Zaap, ja, zeker. Zaap, keng. Tot de volgende keer. Dit is Surinaams, Nederlands. Ja, jij doet er kaas bij. Nou, eet smakelijk, hè. Ben benieuwd. Jennifer heeft heel goed gekookt, dus... Kan ik gewoon maar eten? Nee. Ja. Het is ook een beetje van jou erin. Hollandse pot. Hollandse pot. Ik ga stuk, echt waar. Nou, dit is het. Lekker eten. Ik heb voor je met kaas. Nee, dank je. Waarom doe je kaas overheen dan? Wat zei je? Waarom doe je kaas eroverheen? Dat ik op bezoek bij jullie ben. Kaaskop geven. Kaaskop geven, dat is oud. Ja. Ben je boos? Plik roos. Ik heb ze naast gekookt. Iedereen gaat denken van YouTube.
Hoe kan hij dat doen? Nou, hij is geen echte Hindustaan. Nee. Nou, hij staat nu wel, maar zoals Vin zou zeggen. Een gevallen pad. Nou, dan laat ik die van jou en van mij wel even zien zo. Kijk, dit is die van mij. Nou, oké, eens erop stellen. Oké. Okay. Ja? En hier zo is die van Jennifer. En dat is wel Surinaams. Die van hem is half Nederlands of zo, kwart Nederlands. Nou ja, eet smakelijk daar, meneer. Eet smakelijk. Bye. Ja? Eet smakelijk. Ons van zo moeten doen. Hallo. Wat zei je? Goh, je meent het. Kijk, ik heb wel elfenbeen. Ja, goeiedag. Van werk te brein, maar zo langzaam van werk te brein heb ik ook al hier niet. Senno. Meneer Vlaai. Ik kan het gast op baan wel. Ja, je hebt een. Hoe heet dat ook alweer? Bamibol. Bamibol. Maar wat deed je? Sinds we nemen die schoenen kut. Nou, dat heb jij dus besloten. Okay? Ja. Heb ik besloten, ja. Okay. Ja. Moet ik een contract ondertekenen? Nee. Ja. Auw! Mevrouw! Dat doet toch geen auw? Nee, maar ik ga strappen, zie maar dat doet. Geïrriteerd, joh. Lach een beetje. Ja, spontaan. Ja, kijk, ze gaat wel lachen. Jij ook. Ik hoef hem niet te proeven. Nee. Ik heb er geen behoefte aan. We zijn toch geen kannibaal? Ze houdt niet van... Hey, schreeuw niet zo! Ze houdt niet van zwarte dingen. Oh my god. Zo. Ja. Ja, zie je? Nou, leuk. Kietel. Ja, gewoon doen. Ik ga even zijn trap tegen. Ik heb prima spijt. Ja, mag je een pijnstilletje hebben, Saridon? Oh. Nee, dat gebeurt er niet aan. Nee, mijn rug, joh. Dat ik geluid niet erbij maak. We mogen geen rug op. Snel. Oh, moet je rug spelen? Wat zei je? Je de buik. Moet je helemaal rug spelen? Zeg het toch wel als je druk bent. Ik denk zo... Hé, hallo. Nee. Je komt op YouTube, hè? Nee. Ik ben blij dat ik dat niet in beeld heb. Wat? Ze hebben niet juist op YouTube. Nee, want dat breekt dat beeld. Scherven. Geen scherven brengen, gelukkig. Rustig, rustig. Damn. Zo, hallo? Je doet alsof, man. Met je hallo. Je deed alsof. Je moet hem kietelen. Kom aan, hè. Je moet niet bijten. Ik ben niet mee wil. Niet wijzen. Ja, ik zweer het je, zo dan ga je huilen. Dat ik echt ga trappen. Dat man. En Jennifer mag in Jennifer niet trappen. Jongen. Die zijn wel leuk zo. Auw, kut. Die heb je naar beneden zitten. Jullie waren bij een kut, dus dat scheelt. Ja. Ja, maar jullie hadden graag zin, hè? Maar de ene... Pardon? De ene gaat is groter. Wat heb ik jou gezegd? Ik ben aanschrappig. Ja, wel zachtjes, hè? Doe toch rustig. Dat weet ik niet. Het is een hele lieve dolfijn, hoor. Camera staat aan, hè, Jennifer? Zo? Is hij lief, die dolfijn? Kijk, dan doet hij wel lief, hè, Paris. Maar als ik die camera uitzet, doe je niet lief. Wat deed je nou net dat het pijn deed? Hè? Moet hij naar dolfinalen? Ja. En jij misschien? Kijk, de dolfijnen gaan trekken. Oké, daar doet het pijn. Ja, wel lief zijn, hè, Paris? Ben je lief, joh? Ik dacht even dat Jennifer dat was, maar dat deed jij dus. Nee, dat deed Jennifer ook. Nee, dat was jij. Oh, wil je Kevin hebben? Hallo. Dat klinkt heel verkeerd. Dat klinkt heel verkeerd. Moet zijn al op je lopen. Nee. Nou, ik wil anders ook wel op je rug heen lopen, maar of je rug dan nog heel is. Nee. Ja, dat is gek. Wat zegt u?
Wat ben je aan het doen? Een kop laden. Wat doe jij? Ja, die heb ik in mijn broek. Die laat ik... Hey, hou het netjes. Nou. Sandor, wat was jij nou aan het doen? Draadloos opladen. Draadloos opladen, oké. Okay. Ik kan met een Samsung S. Hele lieve dolfijn. Een hele lieve meid. Wat je moeder? Je moeder? Die nou ja, mijn moeder ligt onder de grond, hè. Nee, dat gaat niet meer. Zou ik het tussenuit halen? Nee, maakt niet uit. Je moet af en toe grapjes erover kunnen maken. Nee. Oh, ik doe niks. Nee. Nee, daar heeft ze gewoon heel veel pijn. Ja, je hebt gewoon heel veel pijn. Hij duwt niet. Ik kan niet zo pijn niks aan doen. Ja, oké, nou doe je keihard op die plek. Dat is niet aardig. Alles op een lijn. Hé, hey, Jan, verkleed je ook zo als je... Nou, hoe doe je dat als jij les? Of als pers? Alles op beleid. Rustig aan. Juggle. Dat doet zeer, dat weet ik. Ja, ik kan ook een set of fire doen, maar dat is ook goed. Oké. Je hebt toch geholpen hoor, of niet? Jij kan ook de paard in tafel, maar dat gaat er wel niet worden. Nee, succes, het gedraaien. Ah. Je doet het ook veel te hard, hè? Nee! Ja, nu niet, nee! Het staat op beeld hoe je dat doet. Ah. Ja, hoor, dan krijg je hem toch weer. 3, 2, 1. Doei! Channel. Ja, wil ook wat drinken. Goedemorgen allemaal. Het is 18 oktober en ik ga straks met Ruby naar de dierenarts. Mede omdat zij ingeslapen gaat worden vandaag. Ga ik dat filmen hoe ze ingeslapen wordt? Nee. Ik zal haar daarna ook niet meer laten zien, maar ik ga dan nu eventjes zoeken waar ze is. De tumor die zij heeft is echt veel te groot en ik merk aan haar gewoon dat ze er wel last van heeft. Maar ze ratten laten het niet merken of ze pijn hebben wel of niet. En dat is heel vervelend. Ratten zijn heel slim. Maar ik moet even kijken waar ze is nu. Ruby. Even kijken hoor. Ben jij Ruby? Nee, jij bent Ruby niet. Daar is Ruby. Kom eens meisje. Ja. Gisteren nog heel veel met haar zitten knuffelen en zo. En Ik denk dat ik de andere ratjes ook gewoon meeneem als ze ingeslapen gaat worden. Zodat ook hun afscheid kunnen nemen. Want de ratjes merken het wel als er een rat overleden is. Even hun kooigenootjes. Ja, meisje. Ja. Is niet leuk zoiets. Nee. En je zult nu wel iets hebben van Ruby doet het toch goed. Een van de ratjes komt kijken. Ik hoop niet dat die camera valt. Nee, laat die kabel los. Siska. Maar ja, je ziet niks aan het ratje zelf zo dat ze pijn heeft of zo. En dat is het gekke. Maar je ziet het wel hier zo er zitten. Ze wil niet echt vastgepakt worden. Siska. Siska, laat dat. En Ruby die wil ook het liefst onder mijn trui zitten en zo. Dus... Het is tijd, helaas. Min, dit is niet leuk, hè? Mag ik een kusje voor jou? Mag ik een kusje? Nee? Ze heeft er geen zin in. Siska, weg! Hier is een kusje. Nee, ze wil niet. Normaal doet ze het wel, maar nu heeft ze er geen zin in, hè? Kusje. Maar weer terug de kooi in. Ga maar, meis. Misschien dat jullie dan ook beter kunnen zien wat ze heeft. Oh, daarom, je moest plassen. Daarom. Dat heeft ze dus ook heel wat sneller, dat ze moet plassen en zo. Normaal heeft ze dat niet zo heel erg. Oh, rustig aan. Kijk, daar zit het dus. En dan is het beter voor haar om te gaan. Nee? En ik wil haar niet langer laten lijden. Ik vind het gewoon heel zielig. Dus ja, een beetje een mindere vrolijke start. Maar ik hoop dat jullie het begrijpen.
hè, Ruby? Ik denk, als jullie haar zo zien, dat zij er ook heus wel last van zal hebben. Maar ja, echt laten merken, dat doen ratten niet. Dat is het irritante. Ja, je schrikt van mij, omdat je niks ziet. En ik heb het gevoel dat ze ook blind is, maar dat weet ik niet zeker. Dus ja, dat weten jullie het in ieder geval. Nou, Ruby is ingeslapen bij de dierenarts en daar gebleven ook trouwens. Waar stond ik op? Oh, oké. Ik sta op zo'n dingetje. Zo'n meelworm. Dooien. Maar ja, de Ruby is er ook helaas niet meer. En het is heel mooi gegaan, vond ik. De dierenarts nam haar mee apart. Ze vroeg niet of ik het ratje wilde zien terwijl ze dat prikje zou krijgen. Ik denk dat ik het voor mezelf ook moeilijk had gevonden. Als ik het wel had gezien. Maar nadat Ruby het prikje had gekregen, kwam ze weer naar mij toe en gaf ze Ruby aan mij. En Ruby gaf nog een paar laatste kusjes. En dat was echt heel mooi, vond ik. Dat had ik niet verwacht. En de ratjes hebben ook afscheid genomen. En ik probeer ze nu een beetje op te vangen. De hele tijd. De hele tijd knuffelen en zo. Ja, beesties. Ja. Ik merk ook wel aan de ratjes zelf dat ze Ruby missen. Maar ik mis haar ook. Ik mis Ruby ook. Ja. Direct een beetje naar schoonmaakmiddel vanwege de hangmatjes die schoongemaakt zijn. Ligt het zo lekker, meisje. Nee? Ja. Dit is Blossom trouwens. Ja, Ruby is ook daar gebleven. Ze wordt gecremeerd, daar zo. Samen met de andere dieren die vandaag overleden zijn en die niet meegegaan zijn met de baasjes, worden ze gecremeerd en dan bij een mooi veld uitgestrooid. Ja, je wil weer terug de kooi in. Dan is het bij mij toch ook veilig. Oké, niet heel erg veel tijd. Ik moet een beetje opschieten. Oké, het is 4:15 ongeveer. Die klok loopt echt achter. Die doet het niet goed mee. Die heeft zijn einde wel gehad. Het is koud in mijn huis. Mijn verwarming doet het niet, zoals gewoonlijk. Maar Ko is morgen jarig en ik ga morgen met hem mee. En ik heb wat in mijn tas zitten, zullen zien. Oh ja, ik ben gisteren bij Kringloopwinkel geweest. Daar heb ik oude foto's gehaald. Ik weet ook niet waarom. Maar het zijn leuke foto's hoor. Laat ik een andere keer zien. Tenzij ik nu in de kolder in de kop krijg en het nu laat zien. Ko is morgen jarig, hij wordt 77 en ik heb voor de eerste keer vrijgevraagd voor werk daarvoor. Ja, oké. er is een marathon aan de gang in Amsterdam. Dus ja, ik kan niet, dus Ko kan niet echt deze kant op komen. Dus wat gaan we dan doen? Gewoon zelfstandig naar Rijgersbos reizen. Ja, Rijgersbos. Daar moet ik naartoe reizen. En dan zien we wel. Ik ben nu bezig met mijn schoenen aantrekken trouwens. Dat is ook weer zoiets. Zo, schoentjes aan. Auw, dat deed zeer. Dat deed zeer. Auw. Schoenlepel is een beetje... Auw. Jo, jo, oké. Oké, even kijken. Ik moet om 4:00 weg. En die loopt ook een beetje voor, die klok hier in de
ding is. Oké, okay, loop 4 minuten voor. Don't ask me why, ik weet echt niet waarom. Ja, Ko wil gaan uit eten, hij wil leuke dingen gaan doen, zei hij. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want dat is wel leuk, vind ik dan. Yahoo! Maar ik ben echt blij om eventjes weg te gaan. Het is nu zondag trouwens, 20 oktober. En Ko is op 21 oktober jarig, kun je nagaan. Hé, hey, dan is mijn vlog al online. Oepsie, ik ben die helemaal vergeten. Ai, ai, ai. Ik ben er met mijn kop niet bij, maar goed, het komt goed. Ik ben even mijn spullen pakken en hopelijk kan ik een beetje filmen in de metro of zo. Ik ga het gewoon kijken of het lukt. Wel of niet, ik durf het soms niet. Sorry. Ik moet het gewoon leren om het te doen. Bram zei, het is gewoon een gewenning of zo. Nee, ik vind het gewoon eng. Ja, ik vind het eng. Bram van Discord trouwens. We gaan ook een keertje afspreken met Bram trouwens. Jongens, ik lul te veel. Ik moet gaan. Ko, bijna jarig. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Wee. Moet je een foto van maken? Ja, ik ben aan het filmen. Oh. Stop. Hoor. Nou, nu kunnen ze nog zien hoe jong je bent, hè? Want morgen ben je weer heel oud. Dan ga ik gewoon weer naar de kapper en je maakt er weer wat moois van. Want hoe jong word je nou of hoe oud word je nou? Nee, niet nou, morgen. Oké, okay, hoe oud word je morgen? 77. Oude bok. Wil jij misschien een toetje of wil je gelijk naar huis? We moeten nog beginnen aan het avondeten. Oh ja. Duh. Ja. Even kijken, deze gaat hier. Twee. Zo. Ik heb geen idee wat ook echt zo werkt. Ik weet het ook niet. Domino. Ko heeft meer stenen dan ik zelf. Dat is niet eerlijk. Je hebt niet eerlijk verdeeld. Je hebt echt niet eerlijk verdeeld. Nou, ik ben. Dat kan niet. Vier. Ja, hier. Ja. Dan ben je echt zo. Oh, oké. Okay. Vijf, heb ik. Zo, du. Hey. Ik kan niet. Ik kan nog niet. Ik ook niet. Heb ik gewonnen. Ik heb nog maar één steen. Je had toch graag zoveel stenen? Ik denk dat het zo werkt. Ik ga het opruimen. Dat is wel leuk. Ik wil nog een keertje. Ja, dat is leuk. Ik heb er drie. Nee, je moet hustelen. Je moet hustelen. Joh, dat maakt er niet uit. Jawel. Pak maar gewoon. Kijk hoor, ik heb er 1, 2, 3, 4. Zo. Oeh, lekker. Spekkaas. Die is van Ko. En de zwarme. Oeh. Dank u wel. Ik ga niet spelen. Nee. Hierin. Shawarma pannenkoek. Nou moeten we alles weer opruimen. Dat was een snel spelletje. Ik ga er. Oei, oei, hallo. Ko is weer thuis. Weer veilig thuis? Nee. Weer veilig thuis? Je bent weer veilig thuis? Ja, nou, ik ging al om de hoek kijken bij je borst. Ik denk, ik loop niet zomaar naar binnen. Ja, ik weet nu hoe ik me moet voorbereiden om mijn eigen huis binnen te komen. En je wordt gebeld, precies op de juiste timing. Oh. Je wordt gebeld, jarig Jopje. Nou, oké, okay, doei. Nu kan ik wel de vlog beëindigen. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Gisteren even een klein stukje, heel mini klein stukje gefilmd. Of gevlogd, ja, weet ik veel. Maar ik ga jullie vragen om een blauw duimpje te doen van omhoog. Vind ik heel erg lief.
Laat een reactie achter, zou ik ook heel erg leuk vinden. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij een volgende weekvlog. Dus bij deze weer, roulette!